Yes, welkom bij een nieuwe video van Team Benji. En mijn naam is Benji en ik neem jullie een klein beetje mee achter de schermen. Want wat gaan we doen? We zijn bezig met een tweede zaal. Ja, ik wil je eigenlijk een klein beetje meenemen in het proces. Dit is de zaal. Nou, je ziet hier al her en der wat spulletjes liggen. Deze zijn vandaag naar binnen gekomen. Dit is voor de cable crossover die hier komt te staan. Dit is de dumbbell rack. We hebben hier extra gewichten erbij. De dumbbells tot en met 25 kilo. En ik heb hier nog een klein setje van 10 kilo. Liggen nog twee stukjes beneden. Dit wordt zaal nummer 2. Voor de mensen die zaal nummer 1 nog niet hebben gezien. Dit is zaal nummer 1. Zaal nummer 1. Dan doen we voornamelijk personal training. En dat gaan we ook gewoon blijven doen in deze zaal. Maar met small group personal training ja, wordt het hier met 4 man wat lastiger. Eigenlijk wat ik nu vandaag ga doen is zoveel mogelijk klaarmaken voor de vloer erin te leggen. De vloer is al beneden. Maar zoals jullie zien staat hier nog een hele mooie gedeelte die ik nog even met mijn schoonouders ga overleggen om hem eruit te halen zodat we nog meer ruimte hebben. Ja, indien dat niet zo is, is het ook nog niet heel erg. Maar het zal wel het meest mooie zijn. Daarom ligt nog wel wat dingen in wat gewoon weg kan. Dus dat ga ik vandaag doen. En jullie mogen lekker met me meekijken. Ik zet de camera hier neer. Dus veel kijkplezier. Ik heb even een huge zak opgehaald. Hier gaan we wel wat meer spullen in. Wat makkelijker. De spulletjes even opruimen. Hier staan al wat spullen. Deze is nu helemaal leeg. Alleen nog even het plafond er nog even uithalen. Zo, nou net een uurtje bezig geweest hier. Ik ga nog even stofzuigen. Mijn laatste spulletjes even opruimen. Ik heb ook wat spullen naar beneden gegooid. Ga ik ook nog even opruimen. Ik ga jullie dat even laten zien. Zo wil ik ook alleen maar laten zien, ongeveer een uur bezig geweest, wat je gewoon binnen een uur kan doen. Maar je moet het gewoon doen. Jij bent degene die het moet doen. Dus, zo ziet er een beetje rommelig uit, maar dat gaat allemaal nog daarin. Ja, soms moet je een beetje dingen vies maken, rommel maken om het weer mooi te maken. Dat zijn wijze woorden. Dus ja, dat ga ik even allemaal doen. Het hok is leeg, schoongemaakt. Ik ga morgen deze in elkaar zetten. Heb ik nog wel eventjes tijd voor. Ik ga nu even wat andere dingetjes doen. Ik ga nog even de eerste zaal nog even stofzuigen. Hier de gang nog even stofzuigen. En dan gaan we morgen weer personal training geven. Dus ik heb er zin in. Dus let's go. En ik neem jullie morgen weer mee. Elke keer als ik wat ga doen. Om ook te laten zien wat we daar omheen gewoon een beetje doen. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Dus laat gewoon even in de comments weten wat jullie hiervan vinden. En ik wens jullie een hele fijne dag.